We zijn hier vandaag in Sunpark de Campus Semeren te Mol, waar gisteren kersverse kandidaten voor Mr. Gay 2020 verkozen zijn. Ben jij benieuwd wie ze geworden zijn? Naast mij zit Milan, één van de kandidaten. Dag Milan. Dag Matthias. Alles goed met jou? Zeker, alles goed, dankjewel. Top. Iedereen wil natuurlijk weten wie is Milan. Vertel mij kort een beetje over jezelf. Ik ben Milan Koolpaard, ik ben 20 jaar oud en afkomstig uit het Oost-Vlaamse Deinzen. In het dagelijks leven werk ik als HR-consultant en probeer ik af en toe eens te sporten. Ja. Af en toe eens te sporten, wat moet ik verstaan onder af en toe eens te sporten? Wat doe je dan? Eerder sporadisch toch een keer naar een basic fit. Ja. Oké, perfect. Ik vernoem dat je van Oost-Vlaanderen bent. Zoals dat je weet zijn de vorige twee missers ook van Oost-Vlaanderen. Gaan we voor 3 op rij? We gaan uiteraard voor 3 op rij, inderdaad. Oké, we zullen zien. Ik ben benieuwd. Je werkt als HR-consultant. Wat is je thema? Ga je daar ontwerken of ga je iets totaal anders doen? Ik ga effectief iets doen, inderdaad, mijn werkvloer. Dus de combinatie. Ik ben vroeger vrij zwaar gepest geweest op school. En ja, ga toch wel nu met mijn gat in de boter gevallen op de werkvloer. Het is toch een schrijnend verschil uit school ten opzichte van de werkvloer. Dus daar wil ik het zeker over hebben dat het ook beter kan. Je hoeft niet in een achtergrond te blijven die negatief is of die je ongelukkig maakt. Of waar je gepest wordt of dergelijke. Oké, dus je wil een negatieve jeugdbeeld veranderen in hoe dat je zelf naar een positieve evolutie bent gegaan. Ja. Ja, mooi. Goed, dan heb ik nog één vraag voor jou. Moest je kunnen kiezen tussen op 23 mei Mr. Gay Belgium worden of de lotto winnen? Wat zou je kiezen en waarom? Ik zou kiezen voor Mr. Gay Belgium, omdat ik denk dat we nog tijd genoeg hebben om veel centjes te gaan verdienen. Dus nu is het alles op Mr. Gay Belgium. Oké, top. Dank u wel. Veel succes op 23 mei en we zullen zien waar je strandt.